Achter mij staat een groepje boze Nijmegenaren en die zijn vooral boos op burgemeester Bruls. Want die riep zijn burgers op allemaal aangifte te doen tegen Wilders. En daarom vinden deze mensen dat hij niet meer hun burgemeester kan zijn. Ik ben boos! Wat komen we eigenlijk doen vandaag in dit prachtige Nijmegen? Dan gaan we aangifte doen tegen Bruls. Hij heeft machtsmisbruik gemaakt van zijn burgerlijke ambt. Hij heeft zijn ambtkenting omgehad. En dan spreek je namens de Nijmegenaren. Deze meneer is ver buiten zijn bevoegdheden getreden. Niet iedereen in Nijmegen is een linkse stemmer. Rechtse stemmers zijn er ook. En dat moet niet over één kam geschoren worden door een burgemeester als Bruls. Ik ben voor Wilders. Het is gewoon schandalig dat als je een mening hebt en zegt wat je vindt over buitenlanders, dan word je gelijk uitgemaakt voor racist, hè? Deugt toch niet, die Marokkanen? Die deugen niet? Die deugen niet, nee. Zo niet? Ach, kom, man. Dus u staat ook achter die uitspraken van Wilders? Ik niet. Oh, God, niet. Overal, buitenlanders. En ik kan geen uitkering krijgen, ik kan niet werken, ik kan geen werk vinden. En ondertussen, weet je wat een asielzoeker kost? Ik weet niet, maar het is hartstikke veel. Dus je bent tegen Marokkanen, maar ook tegen de uitspraken van Wilders? Ah, ik geef toch geen antwoord op. U begon er zelf over. Daar begint toch geen antwoord op. Al die Marokkanen die mogen gewoon wel eens een keer terug naar Istanbul. Dat is gewoon leuk geweest. De Marokkanen mogen terug naar? Istanbul. Moeten ze daar doen dan? Daar komen ze toch vandaan? Oké. Okay. Ja, nee, goed. Misschien moet je toch heel even een lesje topografie nemen. Turks mensen hebben wij geen last van. En van negers heb ik geen last. Ik heb van niemand last. Ik ben echt geen racist. Maar van die Marokkaantjes, daar heb je last van. Heb je zelf nog een mening over de demonstratie? Ja, een mening. Ja. Wat hier de mening is, ja, dat vind ik eigenlijk ook. Hij heeft mensen opgeroepen om de aangifte te doen tegen Wilders. En daarmee sluit hij een heleboel mensen af. Juist. Wat is er aan de hand? Doe even normaal. Ik sta hier gewoon mijn werk te doen. Waarom loop je zo irritant te doen? Waarom kom je er dan bij staan? Ik film namens een kanker, denk ik. Als je neus heilig is, ga je een stukje lopen. Wat zeg je? Als je wat? Als je neus heilig is, dan ga je... Doe even normaal. Wat is dat nou voor agressief gedrag? Dat gaat toch helemaal nergens over? Wij komen aangifte doen tegen de heer Bruls. Terwijl de Wilders-aanhangers aangifte aan het doen zijn tegen meneer Bruls, vindt er hier een gezellig demonstratietje plaats met muziek tegen fascisme. We're all hippies. We're all hippies. Waar demonstreren we hier voor en tegen? Nou, wij demonstreren voor gelijke kansen, voor gelijkheid, voor iedereen. En we demonstreren dus tegen Wilders. Ho, rustig. Ik mag hier gewoon staan. Ik heb gewoon een gesprek met... Dan moet je... Hé, blijf met je poten van mijn spullen af. We staan hier gewoon normaal. Jij zegt nee en ik ga verder. Er is toch niks aan de hand? Mevrouw oprotten. Ik vraag gewoon iemand, mag ik wat vragen? Die jongen zegt nee en ik ga weer verder. Zo simpel is het. Jullie zijn toch voor de vrijheid? Ik loop niks. Ik heb nog geen vragen kunnen stellen. Jouw racisme op jouw platform, dat is vrijheid. Op het moment dat jullie langskomen, op een of andere manier, ik denk dat jouw vragen slaat vlam in de pan. Dat is dan grappig dat je het zegt, want ik heb nog geen vragen gesteld. Ik vind iedereen springt voor mijn camera uit. We staan bekend als een racistisch platform. Waarom vind je ons racistisch? Je bent altijd op zoek naar moeilijke confrontaties. Ik neem aan dat u ook bij de andere demonstratie bent geweest. Dat was ook niet altijd even gezellig. Nee, dat geloof ik inderdaad. Tot zover demonstrerend Nijmegen en ik kan u vertellen, het is hier fantastisch. Steun ons. Ga naar poontmoetblijven.nl en druk op die knop.